Ik ben Eke van Koken met Kennis en in deze serie ga ik jullie uitleggen welke pan het best geschikt is voor welk gerecht. In deze video ga ik een ei bakken in de BK granietpan. Het is een lekkere lichte pan, glijdt goed, makkelijk schoon te houden, kan ook op inductie en geschikt voor bijna iedere bak- en braadklus. Een ei bakken gaat het beste in deze moderne anti-aanbaklaag omdat eiwitten, ook die uit vlees, heel makkelijk vastplakken. Laat de pan eerst even langzaam op temperatuur komen. En omdat eieren niet heet gebakken worden, kun je ook prima roomboter gebruiken. Een ei bak je op matig vuur, want als je de eiwitten te snel gaart, dan worden ze taai. Ik wil een spiegelei, dus ik laat de dooier heel en ik gebruik een deksel om de bovenkant ook goed te garen. Zo, dan kan het eitje nu wat brood. En dankzij die anti-aanbaklaag komt die super makkelijk uit de pan. Kijk, dit is een perfect spiegeleitje. Oh ja, de pan kan in de vaatwasser, maar wil je er echt lang plezier van hebben, kan je beter met de hand afwassen. Zo, nu weet je welke pan je nodig hebt voor dit gerecht. Maar natuurlijk kun je de pan gebruiken voor nog veel meer gerechten.